Internationale studenten die hier voor een kortere tijd willen studeren, zijn vaak niet welkom bij Nederlandse studentenhuizen. Maar als ze dan een plekje vinden, dan is deze gelijk weg of kost het klauwen met geld. That's like the worst part, that we know as we come as internationals, we're always going to pay more. De problemen spelen al langer in Tilburg en ook in andere studentensteden, maar nu het nieuwe collegejaar is begonnen, is de woningnood onder internationale studenten weer erg hoog. I think also being a student, you want to live in places where other students live. So that's why you have more concerns about getting like the right place. Nederlandse studentenhuizen worden ervan beschuldigd internationale studenten te discrimineren, omdat ze bij het hospiteren alleen vragen naar Dutch-only studenten. Het is ten eerste natuurlijk niet de reden dat wij gewoon geen buitenlanders in huis willen, maar het is gewoon echt de reden omdat buitenlandse studenten vaak hier alleen maar zijn voor één jaar of een paar maanden of een bepaalde periode. De Nederlandse en internationale studenten nemen het verder elkaar niet kwalijk. De meeste Nederlandse studenten staan namelijk ook open voor internationale studenten die langer in Tilburg studeren. Sterker nog, wij hebben een Duitse jongen hier op kamers. Die zit hier voor langere tijd. I have another friend that's living in a Dutch floor. And he's alright and the Dutch are very nice.